Leiden heeft een primeur. Het is de eerste stad in Nederland met een visreservaat. Wel een beetje sneu voor vervente vissers, want die mogen 3 jaar lang in een aantal grachten rond de Kijfgracht in Leiden geen hengel uitgooien. Leiden koestert haar vissen in de grachten. Onlangs is er een dikke laag slip weggehaald en daardoor is er weer kans voor waterplanten om te groeien. Vissen kunnen zich daarin dan weer verstoppen om te paaien. Leden van de studentenduikvereniging zijn verbaasd over het goede zicht dat ze in het water hebben. Nou, het zicht was best wel goed. Om te onderzoeken welke vissen er in de grachten zitten, snorkelen er amateurbiologen de komende 3 jaar. Ze houden een telling, fotograferen de boel en beschrijven alles. Nu al worden er al een paar mooie vissen gezien. Ik heb 2 visjes gezien, dezelfde. Ze waren zo groot. Ze hadden bruine streepjes op de... Op het lichaam. En verder waren ze heel snel weg. Dus ik heb verder geen goede beschrijving ervan. Nou ja, dat maakt ook eigenlijk allemaal niet uit. Of het nou een snoekbaars was, een vorentje of iets anders. Door alles in kaart te brengen wordt bijvoorbeeld duidelijk wanneer de vissen paaien. Voor de gemeente is dat handig om te weten. Als er bijvoorbeeld plannen zijn om te baggeren, kunnen die visjes ongestoord hun gang gaan. Ook vissers mogen voorlopig geen hengeltje uitgooien, maar die begrijpen dat wel. Ja, dat kan ik ook wel begrijpen, want je moet toch de visstand een beetje in toom houden. Vanaf november wordt dat dus als vissen je vertieren ergens anders zoeken dan hier in de Leidse grachten.